Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met giga veel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. En, dames en heren, geen installatie zonder de persoon in kwestie. Arjen Gerritsen, van harte welkom. Of beter gezegd, welkom thuis. Door na mij te bevestigen met de woorden "zo waarlijk helpen mij God almachtig", legt u in handen van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, in gevolge artikel 65 van de gemeentewet, de bij het ambt horende eed af. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks mogmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk ook met mijn God, oma. Je zei het zelf afgelopen week tegen mij. Ik kan niet wachten om in Almelo aan de slag te gaan. En na vandaag, vandaag nog niet, maar na vandaag is het zover. Ik zou zeggen, zet hem op. En dan nog even uit. Burgemeester Gerritsen. Namens de Raad van Almelo wil ik u van harte welkom heten als burgemeester van onze stad. Nu ook uw stad. En als voorzitter van onze raad, nu ook uw raad. Beste Arjan en familie, welkom in Almelo. Het is al een paar keer gezegd, maar nog weer welkom namens de raad. En dan met de woorden van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hans Uman, burgemeester van Koesveld, te spreken, dat zei hij bij uw afscheid, welkom in het uw regiogebied Twente. Familie Gerritsen, burgemeester. De gemeenteraad van Almelo wens u een goede en gelukkige tijd toe in Almelo. Dank u. Ik kan u niet vertellen hoe het voelt om maandenlang te moeten wachten om deze dag mee te maken en mevrouw de lokale burgemeester pas morgen te moeten beginnen. Maar ik ben nu hier en ik mag me nu tot u richten. Trots om omhangen te zijn met de ambtsketen van de stad waarmee ik mij feitelijk al een leven lang verbonden voel. En van achter de spreekgestoelte zie ik veel bekende gezichten. Uiteraard, ze zijn al genoemd, mijn gezin, met wie we vanavond nog een hartig gesprek moeten voeren. Ja. Mijn familie, tal van vrienden die ik hier in de zaal ontwaar. Vrienden die binnen en buiten dat mooie vak dat ik mag hebben, werkzaam zijn. Mensen die mij persoonlijk op uiteenlopende momenten in mijn leven, op uiteenlopende momenten ook in de afgelopen maanden en jaren, tot steun zijn geweest op verschillende manieren. Ja. Het is niks te gewoon en niks te klein, het is precies zo hard me wen. Almelo mooi gewoon. En lang geraakt van de Beatles af, heb je Johnny Jordaan, het dak op zijn brak. Almelo mooi gewoon. Goedemiddag. Hi. Asra, Ilse, Daphne en Zo, oh, de mooiste mix, heb Almelo. Ja,
Wist u van tevoren wat, wat je allemaal kan doen hier? Nou, niet helemaal precies. Ik had natuurlijk wel wat overgelezen. Maar om het hier nu mee te maken en te zien hoe jongeren en ouderen ja, gewoon een spelletje spelen, maar tegelijkertijd ook een beetje gezond bezig zijn, vind ik wel een hele mooie manier om te zien van dat bewegen en gezondheid op een moderne, nieuwe manier voor de mensen beschikbaar wordt gemaakt. Mooi om te zien. U mocht zelf ook meespelen, hè? Hoe is u dat bevallen? Dat is mij heel goed bevallen. Het bowlen ietsje beter dan het tennissen, want het bowlen dat heb ik gewonnen, maar het tennis heb ik verloren. Ja. Smadelijk, hè? Ja, smadelijk verloren, eigenlijk wel, ja. Wat gaat u verder doen vandaag? Ik ga hier nog een beetje rondkijken en dan heb ik vanavond een Henk Bolk-lezing. Iemand die vanuit de dictatuur in Chili solidariteit vroeger hoog in zijn vaandel laat staan. En ik ga iets vertellen over solidariteit vandaag en met name in de zorg. Wat voor de Partij van de Arbeid natuurlijk een hele belangrijk issue is. Nou, een welbesteden dag? Een heel welbesteden dag. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, ik ben allereerst begonnen met een presentatie. Dus de presentatie die we veel gebruikt hebben ook aan mensen die veel vragen hebben over het Funny Fit en het eigenlijk niet weten. Nou ja, dan moet je goede plaatjes hebben om ze daar iets over te kunnen laten zien en vertellen. Nou, vervolgens zijn wij samen het veld ingegaan, het gameveld. We hebben er in totaal vier grote speelvelden. En we hebben Martin gevraagd van kom eens kijken, maar kom ook eens meedoen. En er was ook een deelnemer. Deelneemster, die heeft gezegd van nou kom maar hier, want ik ga zo pannenkoeken vangen. Nou, dat is natuurlijk altijd wel weten van, is wel interessant te weten van wat dat dan interessant en wat het is. En wat voor bewegingen dat geeft en of iemand daarvan geniet. Nou, dat was een van onze oudere deelnemsters die dat prachtig heeft laten zien. Mensen kunnen thuis dus eigenlijk tegen mensen hier spelen? Ja, dat maakt niet uit. Eigenlijk maakt het niet uit waar je zit, in welk land zelfs. Dus het kan ook echt heel erg internationaal zijn. Bij de start, bij de opening hebben we toen ooit een keer gespeeld een voetbalwedstrijd tegen Duitsland. En gewonnen overigens. Dus dat blijf je bij. Dus, Ja. 100 jaar, het is een eerbiedwaardige leeftijd. Dan hoor je tot de ijzersterken. En bij het bereiken van de mijlpaal hoort een passende herinnering. Ik kan u meedelen dat de gemeenteraad van Almelo heeft besloten om de stadspenning van de gemeente Almelo toe te kennen. En dat doen we niet zomaar, dan zijn we hartstikke blij met u. Daar hoort een oorkonde bij. En een mooie pennen. Heel erg gefeliciteerd. Ik hoop net als de KNVB dat u ook een volgende jubileum mag vieren. Het is 125 jaar, begrijp ik. Nou, fantastisch. Dat gaat u vast redden. Alsjeblieft. Dank u wel. De waardering voor de koning, voor de bijzondere verdiensten van de sportvereniging PH. En ik ga hem gewoon uitreiken aan u. Mijn complimenten voor alles wat u tot nu toe heeft gedaan. En ik ga ervan uit dat u het best nog 100 jaar volhoudt. Ja, daar zijn we erg over vereerd. Met name dat de commissaris van de Koningin ons de koninklijke erepenning heeft toegekend. En de burgemeester de stadspenning. Daarnaast de KNVB en alle mensen achter mij die nog steeds hier vanavond bij elkaar zijn om het feest met ons te vieren. Voor PH de toekomst is op dit prachtige sportterrein waar wij nu zijn, gaan wij naar zaterdag voetbal. Volgend jaar gaan wij met onze voetbalclubs, met onze prestatieelftallen naar de zaterdag. En het ledenaantal zoals we dat nu kennen, dat stabiliseert. En wij hopen dat we naast al onze voetballende leden, sportactiviteiten, ook steeds meer en meer maatschappelijk betrokken activiteiten kunnen ontwikkelen zoals we dat nu ook al doen. De Almeloze Markt heeft voor de volgende 2 jaar zijn nieuwe plek gevonden. Centrale vraag, hoe bevalt die nieuwe plek? Ja, dankjewel. Dames en heren, applaus voor de markt! Hoe kijkt u er tegenaan, de markt op deze plek?
Ik vind het zelf heel leuk. Ik ben blij dat de mensen van de markt en de bevolking van Almelo blij zijn met deze nieuwe stek. Het heeft even geduurd voordat we het met elkaar eens waren, maar ik zie nu allemaal blije gezichten op deze mooie dag. En ik hoop ook nog de komende tijd. Dus eigenlijk hebben we heel goed samengewerkt en zijn we tot een heel goed resultaat gekomen. Ja, ik vind het gezellig. Ik heb het nog niet zo goed geobserveerd hier, omdat ik een tijdje weg ben geweest. Maar ik hou van reuring om de deur, dus vandaar. En ik woon een kopje koffie en een plakje cake. Het is wel even zoeken waar alles staat en zo, maar ja, dat maakt niet uit. Wat vindt u in het algemeen van de markt in Almelo? Nou, heel gezellig. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ga er met plezier naartoe. Ja. Glenn, wat vind je van de markt? Hallo. Is het leuk? Ja. Wat is er leuk op de markt? Alles wel. Prima. Ja, ik heb er helemaal geen moeite mee, maar heb ik toch niet zo ergens moeite mee. Dus het scheelt ook wel. Ik vind het wel handig. Je kunt van alle kanten kun je wel bij de markt komen, dus dat scheelt wel een stuk. Ja. Gezelliger zo. Ja. Ondanks dat het wat drukker aanvoelt, mag het voor mij wel blijven zo. Ja. Kom je hier vaak? Wekelijks. Elke zaterdag. Met man en kind. Lopen we er even gezellig overheen. Past wel, hè? Heb je allebei je hondje? Heb je al een naam bedacht hoe je hondje gaat heten? Ja, hoe gaat hij heten? Pietje? Wat leuk! Wat zeg je? Ja? Hoe gaat het hondje van je zusje heten dan? Dan weet je dat niet. Ook Pietje. Dus Pietje 1 en Pietje 2. Overwegend positieve geluiden, maar ook een enkel kritiekpuntje. Ja, zo op het oog heel gezellig. Maar ik vind, weet je, als je naar de omgeving kijkt, vind ik het heel vies hier. Kijk, daar liggen allemaal sigarettenpeuken. Dat men niet even dit alles schoonmaakt. Of dat men daar een asbak neerzet waar mensen hun peuk in kunnen doen. Kom. Gezellig nou geworden. Ik zei, mensen moeten eerst wennen aan de plaatsen. Maar als je eenmaal bent geweest, dan word je niet meer weg. Want de markt is centraler geworden met elkaar. Dus de mensen kunnen makkelijk kijken waar de mensen allemaal staan. Ze zijn samen met elkaar in de buurt. Dus het is niet zo herbaar is het niet. Ik zei, mensen als ze eenmaal zijn, dan kunnen ze naar Eboer lopen. Ze kunnen naar de bakken lopen. Ze kunnen naar het textiel lopen. Het is allemaal één centraal punt. En wij, fruitboeren, zijn eigenlijk op de zonneplaats gebleven. En dat staat ook goed. Mensen kunnen van de markt, van de stad, zo eigenlijk naar de andere kant hier lopen. Ja, en een mooie slogan. Wees niet getreurd, je bent direct aan de beurt. En wees bevreesd, ik ben er gisteren aan het weer geweest. Gezelligheid, dat is heel belangrijk op de markt hier. Wel thuis iedereen en eet smakelijk. Dank u. Dit is dan de huiskamer op donderdagmiddag. De huiskamer van Scoop bij Trefpunt Elisabeth. En de Hofkampstraat 96. We hebben van 1:30 tot 4:00 een gezellige huiskamer. Waar mensen dan bij elkaar komen en elkaar ontmoeten. En nou ja, voor een spelletje of voor een knutselmiddag. Om gezellig gewoon thee te drinken, elkaar te ontmoeten. Hier de huiskamer van Trefpunt Elisabeth, daar gebeuren nog veel meer. Ja, we hebben nu ook hier activiteiten die door de week worden georganiseerd. Nou, hier wordt ook Engelse les, Franse les gegeven, Tai Chi op dinsdagochtend. En samen online, dat is computerles op de woensdag en de vrijdagochtend. Ik doe het samen met een aantal vrijwilligers die hier zijn en die helpen op zo'n middag aan mee om een gezellige middag van te maken. Ik ben hier vrijwilliger sinds februari van dit jaar. En ik ben hier om mensen te begeleiden en om gezellige middagen met elkaar te hebben. Ja,
Dit is natuurlijk wat er bijzonder is. Dit is de week van de ontmoeting. Dus dan hebben we speciale vandaag dat we even bij stilstaan. Van kijk, hier kun je elkaar ontmoeten. Je kan verder met elkaar afspraken maken om elkaar buiten de huiskamer te ontmoeten. Dat is ook wel eens gebeurd hier. Dat een leuke gesprek is ontstaan tussen twee mensen. En die zijn ook verder naar hun eigen appartement hiernaast om verder bij te kletsen. En dat was heel leuk om te zien van, dat je dat aan over kunt houden van zo'n een vriendin of een vriend. Is huiskamer Elisabeth de enige huiskamer? Nee, we hebben als koop zijnde hebben we nog meer huiskamers. Wij hebben een huiskamer bij de MFA DOC aan Sumatraplein 1. Daar hebben we een huiskamer op de maandagmiddag van 14:30 tot 16:00. En we hebben ook op Schelvorst een huiskamer. En op Alderinshoek hebben we een huiskamer. Wordt het druk bezocht? Kom nog meer. We hebben dus wel vaak zo'n 8 à 10 personen. Maar iedereen is welkom. Iedereen kan hier ook komen. En of je nou hier dichtbij woont of je komt van de andere kant van de stad. Het maakt altijd niet uit. Iedereen kan hier binnenkomen lopen. Ja. Het werk van John. In het kunsttorentje staat tot en met 4 december John Reinders met What You See Is What You Get. Wat voor lekkere hapjes heb je dit keer gemaakt, Hilde? Dit keer gewoon allemaal balletjes. Ik wist wat het kunstwerk zou zijn in het verkeerstorentje. Ik dacht, John ballen, ik ballen. Ik heb dit speciaal gemaakt voor deze ruimte. En ik heb er niet speciaal een betekenis mee gehad. Mijn kunsten moeten altijd iets teweeg brengen. Dat deed het ook wel, hè, hoorde ik. Ja, precies. Wat gebeurde er eigenlijk op Facebook? Facebook is een beetje ontploft, hè. Ik ben geblokt via Facebook. En de foto van een flyer die is er afgehaald. Maar waarom eigenlijk? Preuts toestand als Facebook is, hè. Facebook wil geen bossen zien, dus. Maar het is dus het zijn geen mensen, dus het is een figuur. Het is geen levende bosjes. Dus het is heel flauw. Ja. Maar goed, het is voor mijn naam is het wel grappig. Ja. het heeft het meeste effect in de avond. Ik heb het ook speciaal ontworpen voor de avond. Want ik werk met blacklight. En die ballen worden nog s'avonds extra opgelicht. En dan zie je alleen maar een silhouet van het figuur. Geen tepeltjes? Nee, tepeltjes zie je in dit geval niet. Maar misschien moet Facebook zelf eens even komen kijken s'avonds. Ik werk met bestaande materialen, producten uit het dagelijks leven. Waar ik dus een andere draai aan geef, die ik vervorm. En door dat vervormen krijgt het een hele andere dimensie. En is het geen werkelijkheid meer. Dus ik probeer toch de mensen op een verkeerde been te zetten. Nou, ik sta hier bij mijn eigen expositie. Ik probeer mensen naar binnen te halen. En dat is een expositie met foto's van mensen op de markt die ik de afgelopen zomermaanden heb gemaakt. Ik ben ermee begonnen in mei of zo. Ik ben gewoon wat foto's gaan maken, want ik hou van straatfotografie. En toen op een gegeven moment leverde dat wel een aardige serie op. De marktkooplui waren ook nieuwsgierig. Die dachten van, god, wat doet die vent hier de hele tijd met die camera? Heb ik ze laten zien en ze waren heel enthousiast. En toen hebben we samen het plan opgevat om er iets mee te doen. En dat is deze tentoonstelling geworden. Moet ik er even bij zeggen, het is eigenlijk een audiovisuele tentoonstelling. Want er is ook muziek bij en een geluiden van de markt. Dus je komt helemaal in de sfeer. Ik sta hier nu, dus donderdagochtend. Zaterdag sta ik er weer, 's ochtends en 's middags. En dan over een week of twee sta ik er weer twee keer. Ik had wel hier stoelen neergezet. Ik dacht van, daar kunnen mensen rustig gaan zitten. Maar de meeste mensen die blijven even staan. En soms kijken ze het helemaal uit. Het duurt ook bijna 10 minuten. En ik heb over belangstelling niet te klagen. Misschien moet je een borreltje als lokkertje. Dat is een goed idee. En dan haal ik daar ginds, daar kun je makrelen halen gratis, heb ik begrepen. Dus misschien ook wel interessant voor de mensen om daarom alleen al voor naar de markt te komen. En dan die makreel hier lekker op te eten.
Dames en heren, mag ik u verzoeken te gaan staan? De commissaris van de Koning heeft op 12 september 2016 besloten mevrouw J.H.M. Hermans Vloedbelt met ingang van 24 september 2016 eervol te ontheffen van de tijdelijke waarneming van het burgemeestersambt in Almelo. Jon, want zo kende heel Almelo je. Je hebt een uiterst roerige tijd hier in Almelo meegemaakt. Zowel privé als in je functie van burgemeester. Toen je aantrad in 2009, jij en Frits vanaf Magna Porta over de stad keken, moet je toch een heel ander toekomstbeeld gehad hebben dan wat nu gerealiseerd is. Maar je hebt je taak steeds met veel inzet volbracht. En dat moet en kan toch voldoening geven. Wij als raad kijken met respect terug op jouw invulling en jouw inzet. Respect dat dong je af als mens door je manier van optreden. Sociaal, warm, betrokken, integer, verbindend. Maar ook door je kennis van zaken, je volhardendheid. Soms bij het eigenwijze af. Baby.
Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met gigaveel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Het gaat weer goed met Enschede. De stad staat in de top 10 van steden in Nederland waar wordt geïnvesteerd. Een van de nieuwste projecten is de kop van de boulevard. Dat gebied wordt door een Belgische projectontwikkelaar live de komende jaren fors onder handen genomen. Nou, hier zijn we op de kop van de boulevard en je ziet wat er gebeurt. Vanuit de drukke binnenstad kom je plotseling in een niemandsland en dat niemandsland gaat nergens naartoe. Nou, dat is ook precies de reden waarom dit een heel mooi woongebied moet worden. De projectontwikkelaar uit België, Life heet die, die gaat samen met andere bezitters van de panden hier proberen om hier een heel mooi woonplan te maken. Sommige gebouwen blijven staan, andere worden afgebroken. Ze denken op dit moment eraan, en dat is allemaal nog niet beklonken, om het IRG-gebouw, om dat voor de vlakte te gooien. Nou, als je dan nog verder kijkt, dan zie je het gebouw van Ten Hag staan. Dat zal ongetwijfeld blijven staan, maar krijgt een andere invulling. De ingang van de parkeergarage ligt wat in de weg bij dit plan. En wat de projectontwikkelaar wil, is die ingang nou veel verder naar voren halen, zodat je de ruimte kunt gebruiken voor nieuwbouw. Er komen 500 woningen, dat is sociale woningbouw voor mensen die wat meer geld hebben. De bedoeling is dat jong en oud hier straks in een woongebied komen te leven. Met parkjes, met bomen, met waterpartijen. Het moet hier echt een heel mooi woongebied worden als uitloop van de stad. Nou, de kop van de boulevard heeft zo zijn eigen problemen. Als je de straat achter mij inkijkt, dan zie je dat de parkeergarage zo'n groot probleem is. En met name die brug die er over de straat gaat. En volgens de projectontwikkelaar moet die eraf. Daarbij hebben we nog de Zuidmolen. Een winkelcentrum wat eigenlijk niet zo goed liep. Of wat helemaal niet goed liep. Opgekocht door twee projectontwikkelaars. Die vervolgens meedoen met de plannen van de kop van de boulevard. Dus ik denk dat iedereen daar heel erg tevreden mee is dat daar ook wat gaat gebeuren. De komende 5 jaar wordt dit gebied onherkenbaar veranderd. Er komen gebouwen, appartementencomplexen, er wordt gesloopt en er worden 500 woningen gebouwd. En ik denk aan het eind van die 5 jaar dat Enschede onherkenbaar is veranderd. Een grote droom van Rebecca en Tjarda kwam uit. Een eigen dansstudio in Haaksbergen. RTV Sternet nam tijdens de open dag een kijkje in de studio van Steps Dance & Entertainment. Dance Entertainment, wat is dat? Het is een dansschool voor iedereen. Hoe bent u er gekomen om een dansschool te beginnen? Wij waren al een tijdje op zoek naar een pand. En hiervoor huurden wij altijd bij andere sportscholen en locaties. Maar we wouden toch een eigen pand en zo kwamen wij hier terecht. Ja. Waar komt de dansen vandaan bij jullie? Oh, van overal, van school. En we hebben heel veel danseressen en dansers van de hele regio eigenlijk. Tonight, gonna have myself a really good time.
als klein meisje begon ik al te dansen. Had ik zelf les en ja, Rebecca had precies hetzelfde. En zo hebben we samen in een showgroep gezeten waar we veel optredens deden. En toen eigenlijk is zo het idee ontstaan om samen een dansschool te beginnen. Wij dansen, we hebben dansgroepen van alle leeftijden, vanaf peuter naar senioren. Nu hebben jullie een nieuwe pand. Grote wilde plannen nog? Zeker, uitbreiden. Onze groepen mogen groter. Iedereen is welkom. Wij bieden sportlessen aan, massages, danslessen. Alles kan. Frightening that it's ever going to be. We grow apart. I watch you on the red wings. Lion's heart will protect you in the stormy skies. And I will always be listening for your laughter and your tears. Als ze meer informatie over jullie wil, waar kunnen ze dan terecht? www.stepsentertainment.nl of onze Facebookpagina. Een woning als museum. In Hengelo is een woning aan de Mispelstraat omgebouwd in de klassieke stijl van de jaren 50. De woning fungeert nu als een klein museum. En voor wie het leuk lijkt, de woning is ook nog daadwerkelijk te huren. In het kader van de Maand van de Wederopbouw is er vanochtend een museumwoning geopend aan de Mispelstraat in Veldwijk Zuid. Wat hier te zien is, dat is bijna de oorspronkelijke inrichting zoals die vroeger was toen het gebouwd is. Hij is gebouwd na 1955 als afsluiting van de wederopbouw, woningbouw in Veldwijk. En daar is iemand komen te wonen, een gezin met een kind. En dat kind is hier altijd blijven wonen. En die heeft ook nooit gewild dat er wat veranderde aan de binnenkant. En de meneer was een heel bijzonder iemand, Jan heette die van zijn voornaam. En Jan die stond bijvoorbeeld altijd 's morgens om 5 uur op en dan ging hij de wijk door op zoek naar oud ijzer. En dat deed hij met een kruiwagen. En nou, zo sober als hij met de kruiwagen zijn boeltje bij elkaar schouwde, zo sober was ook zijn inrichting. Het feit dat je, als je aan de buitenkant kijkt, dat er niks opvalt, want dat is altijd meegegaan. Maar aan de binnenkant dat het nooit met de tijd is meegegaan. En daar zit bijvoorbeeld nog een ouderwetse bruinzeelkeuken in. Wat voor veel mensen uit van vroeger de tijd opeens een herinnering losmaakt. En daar zit ook een lavet in. En een lavet is de wasgelegenheid die toen eigenlijk heel modern was. Want je kon er jezelf in wassen, je kon je kinderen wassen. Maar je kon ook de was erin doen. Want er was een schoepenrad wat je erin kon zetten en dat kon heen en weer gaan bewegen. En daarmee kon je de was doen. Dat was eigenlijk de voorloper van de wasmachine. Stichting Erfgoed en Welbions hebben de woning teruggebracht in oude stijl in samenwerking met de wijkbewoners. Nou, er kwam een vraag vanuit de werkgroep of wij mee wilden werken hieraan. En nou, deze woning die stond vrij en was nog helemaal ingericht zoals het vroeger was. En ja, daar hebben we aan meegewerkt. Dus we hebben onze medewerking verleend aan de werkgroep. Nou, bewoners hebben ook meegewerkt. En ja, de hele straat hier was ook op de hoogte. En ja, Jan was toch wel een beetje een icoon in de wijk die iedereen kende. Dus ja, voor iedereen echt een verrassing. En heel blij, de bewoners in de wijk zijn ook heel blij dat de woning op deze manier behouden is. Tevens is deze woning ook te huren, inclusief de ouderwetse inrichting. Ruim 20 kavels in het Prins Bernhard Park in Enschede gingen in de verkoop.
Vooraf stonden meerdere kampeerders op het terrein die aasten op de kavel van hun keuze. Ook voor deze kavels geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wij staan hier vanaf zaterdag, afgelopen zaterdag. En wij zijn de vijfde in rij. En wij staan hier voor een speciale kavel van het Prins Bernhardpark, de boskavels. We staan hier nu aanstaande vrijdag 2 weken. Dus op het moment van uitgifte van de kavel staan we er exact 2 weken. Sinds afgelopen zaterdagmorgen, 6 uur, stond ik voor de deur. En om 8 uur heb ik een sms gestuurd naar de dame van ADT. Dat ik mij hier had gemeld als nummer 4. En dat ik in de loop van de dag een caravan zou organiseren. En dat is allemaal gelukt. En waarom willen jullie per se op het Prins Bernhardpark wonen? Nou, die wens is er gaandeweg meer gaan rijpen. Op het moment dat wij hier gingen kamperen, waren we daar eigenlijk nog helemaal niet 100% van overtuigd. Maar goed, toen kwam in de nieuwsbrief van het Prins Bernhardpark voorbij dat onze buurman René hier al zijn caravan had neergezet om te kamperen voor een kavel. En daar kregen wij toch wel een beetje buikpijn van. We zagen onszelf zitten op 1300 kilometer afstand in het zuiden van Frankrijk. En ons iedere dag afvragend van, nou, wanneer moeten we nu naar huis rijden? Moeten we vandaag naar huis rijden of is dat morgen? En toen hebben we in de middagtijd alles omgegooid. Dus de spullen van Frankrijk weer uitgepakt en ben ik gaan pakken voor de Zuidkamp in plaats van voor Zuid-Frankrijk. Qua ligging, er zijn 9 boskavels, er zijn ook coulissenkavels, maar wij wilden graag de boskavel. Van die 9 kavels vonden wij dit de mooiste eigenlijk. Ook qua ligging, qua bomenstructuur, qua afrastering van de voorkant en de achterkant, daar staan al wat leuke boompjes. Ja, dat is gewoon natuurlijk mooi om dat dan mee te kunnen nemen in je plan. Het is een kavel in het midden, mooi 20 meter breed en 45 meter lang. Dus het gaat ons echt om het plekje. En toch enig afstand tot de Oldenzaalse straat en enig afstand tot het officiersgebouw wat er nu nog staat. Dus we dachten mooi in het midden. Dat was eigenlijk ons droomplekje. De Haaksbergse voetbalvereniging SV Boomboys organiseerde een sponsorloop. De inzet van de jeugdspelers was geweldig. SV Boomboys kon een mooi bedrag van 1000 euro doneren. De cheque werd overhandigd aan wethouder Edith van Spiegel. Opzij, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Laat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven we wat slapen. Wij hebben dan misschien als het echt haast. Laat over koetjes, voetbal, want wij zijn laatst al laten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, 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 maar blijven we wat slaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Dit was Twente Breed voor deze week. Elke werkdag vanaf 7 uur in de ochtend kunt u luisteren naar 1 Twente Radio. Dat kan via uw eigen lokale omroep.
Op 120 Radio hoort u ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit uw eigen gemeente. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.